might be your chance. Welkom bij deel 2. Voor degenen die dit filmpje als eerste zien, ik ben bezig met de tweede keer Bloodborne door te spelen. Ik heb het één keer doorgespeeld en nu wil ik graag filmpjes maken voor mensen te helpen en gewoon leuke filmpjes te maken. Ik heb gezien dat je met een geweer iemand tegen kunt houden. Dat je vroeger in de andere Souls games een schild had en hiermee kon pareren, kun je nu met het geweer iemand proberen tegen te houden en dan kun je een speciale aanval op ze uitvoeren. Dat is een van de weinige die een schild bij hebben. En wat jullie hier eigenlijk zien is deze monsters, die gaan allemaal naar een kampvuur toe. En zodra eigenlijk de bel geluid wordt, dan gaan ze op rooftocht. Dus dan is eigenlijk de bedoeling om nu ze eigenlijk al tegen te houden voordat ze nog meer zijn. Het makkelijke aan dit wapen is dat je hem kunt opladen. En met één hit kunt doden. Dat is makkelijk voor de beginnende spelers. Overal vind je bloedbuisjes of in het Engels bloodvels. Dus ze zijn handig voor je leven weer erbij te doen. Hier is al de eerste shortcut. Dus als je dood gaat, kun je makkelijker weer terugkomen op een andere plek. Heel veel mensen werden door deze afgeschrikt. Maar zoals ik nu heb laten zien, is het eigenlijk niet zo moeilijk om hem te kunnen doden. Zoals je hier kunt zien is er ook nog een lantaarn waarbij je mensen kunt aanspreken of mee kunt praten. Alleen hij heeft niet zoveel boeiends te zeggen. Dus vandaar. Hier is er ook eentje, die legt ook niet zoveel. Bij de Souls game is het altijd handig om alles te kijken. Overal nu zoals hier ook een goed voorbeeld van is, niet zoals wat het lijkt. De bloedscherven kun je gebruiken om je wapen mee te upgraden. Hierdoor wordt het versterkt. Zoals we hier ook kunt zien,
om de vijanden zich rond de kant te verzamelen en zodra dan de bel gaat, gaan ze terug hun roof op. Net konden zien was ik eigenlijk uit mijn stemmen aan het misschien ook niet meer aanvallen en als dit gebeurt raak ik net iets meer leven kwijt dan normaal gezien. Zoals je kunt zien, is het niet altijd handig om onderop af te rennen. Zoals jullie ook kunnen zien, als je doodgaat, kun je weer van voren aan beginnen. Maar laten we dit even schrikken. Dit kan fouten. Normaal gezien. Zoals je net ook kon zien, tot nu toe kan ik 20 kogels en 20 bloedbuisjes bij me hebben. De rest, als ik die oppak, gaat terug naar een voorraad in de jager. Want wat vroeger in de Souls game was, als je iets te veel bij had, kon je het ook niet oppakken en moest je het afhalen. Away!
kun je eigenlijk op een makkelijke manier van het ene punt naar het andere punt komen. Belangrijk om zo snel mogelijk alle honden hier te doden. Item dat ik net gevonden heb, kan ik mijn bloedsporen, waar ik er nu 3469 van heb, kan ik dus vergroten. Deze keer eigenlijk het beste gebruiken in de jagersdroom, want daar kun je niet dood. Deze vrouw achter deze deur. Die vroeg of dat ik een schuilplaats wist. Alleen tot nu toe heb ik nog niet echt een schuilplaats. Dus dat is meer voor het vervolg. Voor als je meer in het verhaal. Als je het verhaal meer hebt doorgelopen. Maar als je ziet, er zit een iets gevaarlijker vijand die meer schade doet. Blijven en een token doen. Tot eraan, dus laten we even gaan kijken. In Souls games is het eigenlijk ook altijd belangrijk om in de presentatie te gaan kijken voor speciale dingen of items. Hier vind ik de tweede NPC. Oh, a hunter are you? And an outsider? What a mess you've been caught up in. And tonight of all nights. Here, to welcome the new hunter. Prepare yourself for the worst. There are no humans left. Zo, dit is het einde van deel 2.